Gelegenheidskapitein Koen Persoons, 3-0 tegen Waasland Beveren, perfect. Inderdaad, het was een leuke wedstrijd om te spelen. Met de juiste mentaliteit aangepakt. En 90 minuten met veel inzet, veel kwaliteit en veel plezier gespeeld. Ja, het leek vandaag echt wel of er maar één ploeg op het veld stond. Hè? En dat in een derby. Ja, dat was ook onze bedoeling, hè, om ze direct goed vast te zetten en om voor die interlandbreek toch met een goed gevoel die 2 weken te kunnen ingaan. We zijn daar perfect in geslaagd. Ja, en dan die wave door het stadion zien gaan in een derby. Super, denk ik, hè, als speler. Dat is wel genieten, neem ik aan. Ja, het was voor ons genieten, maar het was voor de supporters ook genieten. En dan zie je dat in ons eigen stadion ook veel sfeer kan zijn. Dat is plezant en mooi om te zien. Halfweg de reguliere competitie staan we derde. Ja, mooi op schema zou ik zeggen. Maar ik denk dat we niet kunnen klagen. Hè. Ik denk dat we misschien wat gevreesd hadden met dat Europees voetbal ertussen dat we punten zouden verliezen. Maar als je nu ziet waar dat we staan, met 26 punten staan we perfect waar dat we wouden staan. Ja, evalueer die eerste helft. Dus je zegt het zelf, Europees voetbal, competitie, beker ook een ronde verder. Ja, meer kunnen we echt niet wensen, denk ik. Hè? Nee, dat denk ik ook niet. We staan op alle drie de fronten waar dat we mee willen meestrijden, staan we ongeveer waar dat we willen staan. Zonder dat ons ergens krachten of punten gekost heeft. Dus dit loken is tot mooie dingen in staat. En nu 2 weken de batterijen opladen en dan vol voor die volgende 15 wedstrijden? Ja, en daar komen we direct weer een thuiswedstrijd aan waarin dat we nog iets goed recht te zetten hebben. Dus eenmaal dat we terug die competitie gaan aanvatten, gaan we er terug staan. Ja, een belangrijk drieluik, hè, met Westerlo, Cercle en Lierse. 9 op 9 zou dat mogelijk zijn, denk je? Ja, we gaan dan niet roepen dat dat moet, maar gezien onze kwaliteit zouden we daar toch heel dicht moeten bij zijn. Oké, dank u wel, Koen Persoons.